Ik ben Wim Dalf, hoofdredacteur van Mediafacts. En in de aanloop naar de Mediafacts Nationale Uitgeefdag hebben wij een aantal video-interviews met sprekers die tijdens dit evenement voor Uitgevend Nederland en Vlaanderen hun visies op moderne publishing zullen delen met het publiek. Freek Staps, chef van NRCQ. Jij bent de eerste van de video-interviews. Ja, zou je eerst voor wie NRCQ nog niet kent eens willen uitleggen wat dat eigenlijk is? Ja, heel graag. NRCQ is de eerste helemaal zakelijke publicatie van NRC Media. We zijn een nieuwe titel naast NRC Handelsblad en naast NRC Next. En we richten ons op iedereen die iets wil weten over de zakenwereld, Nederlandse grootste bedrijven en je carrière. We zijn in eerste instantie op je mobiele telefoon, we zijn op je tablet, we hebben responsive design en we doen heel veel met social media. Ja, oké, heel duidelijk. Ja, ik heb er inmiddels al naar gekeken. Ik moet zeggen, het ziet er gelikt uit, zoals dat dan heet. Hè? Ondanks dat het nog een beta is. En wordt dat al opgemerkt door het publiek? Kun je iets vertellen over de populariteit van NRCQ nu het een maand of 4, 5... Ja. In de lucht is? Ja, het gaat ontzettend goed. We zijn nu 20 weken bezig en wat we zien is dat er heel veel goede respons is. We hebben bezoekersaantallen die 3 keer zo hoog liggen als onze interne targets. Die kan ik natuurlijk niet vertellen, want we weten dat de concurrent meeluistert. Maar we zijn hier echt in een gat gesprongen waarvan we door hebben, dit werkt. Er zijn lezers die heel graag willen weten, 's ochtends vroeg al, wat gaat er vandaag gebeuren in de Nederlandse zakenwereld. Als KLM met cijfers komt, dan brengen wij 's ochtends vroeg al het verhaal. Kijk eens, dit zijn de 3 grote problemen van KLM. En dan komt iedereen met cijfers, dan komen ze met cijfers en dan heeft iedereen het rollen opeens over. Want het voordeel is voor de lezer bij ons, is dat hij van tevoren al ziet, dit moet ik weten, zo kan ik straks meepraten bij het koffieautomaat. Zo ben ik eigenlijk ook slimmer dan mijn baas, want dat willen de meeste mensen ook. En dat kunnen we ze 's ochtends al vertellen. Ja, en om 6:30 of zo, dan krijg je een nieuwsbrief? Ja, om 6:30 al zelfs, want wij zijn wakker voor de wekker. Dus heel veel mensen in Nederland die in de zakenwereld werken, op welk niveau dan ook, zijn 's ochtends al, als ze wakker worden, het eerste wat ze doen is naar hun telefoon grijpen. En pas daarna kijken ze een beetje om zich heen wat er verder nog meer in de slaapkamer gebeurt. Maar je checkt vaak eerst je e-mail en daarna ga je met je dag beginnen. Dus je hebt een e-mail, een nieuwsbrief al om 5:30 's ochtends. En daarin vertellen we wat er die dag gaat gebeuren, wat er de afgelopen paar uur in Amerika is gebeurd, wat er in Azië is gebeurd en ook wat andere media schrijven. Dus wij zijn gewoon de one-stop shop voor Nederlandse lezers die gewoon willen weten, dit moet ik weten nu voor de rest van mijn dag. Wat gaat er gebeuren? En heeft het jullie zelf ook verbaasd dat in een overvol nieuwssegment op zich, ook online nieuwssegment, dat zeg maar jullie interne targets dan toch al ruim zijn overschreden? Of had je die targets gewoon veel te laag gesteld? Dat natuurlijk ook. Nee, die targets waren natuurlijk bijzonder ambitieus gesteld. Maar het heeft ons niet zozeer verbaasd, maar het is wel plezierig om te zien dat wat wij constateerden in de mediamarkt, dat daar ruimte voor was. We zagen dat er gewoon heel veel websites in Nederland zijn die allemaal dezelfde berichten leveren. Die allemaal zeggen, Heineken zoveel procent meer omzet, Philips zoveel ontslagen. En dat zijn allemaal dezelfde berichten en die zijn allemaal heel reactief. Die komen allemaal pas nadat het nieuws al gebeurd is. En op alle verschillende websites zie je dezelfde ANP-berichten, dezelfde Novum-berichten, dezelfde Reuters-berichten, zie je allemaal terugkomen. Je kan ook tegen de lezer zeggen, dit moet je weten voor vandaag, kijk hier. En de lezer weet dat ook. De lezer heeft wel door dat hij op heel veel verschillende media precies hetzelfde ziet. En die wil liever van tevoren al weten, wat gaat er gebeuren? Ja, je zei het al, hè, van ja, de concurrent kijkt ook mee, de Volkskrant bijvoorbeeld, Financiële Dagblad. Kun je toch een cijfer wellicht nog geven waaruit blijkt dat NRCQ echt al iets voorstelt? Wat ik kan zeggen is voor mensen in het vak, en dat zijn alle kijkers. We hebben een redactie bij NRC van 200 à 225 mensen. En een hele grote redactie bij ons is bijvoorbeeld de economieredactie. Daar werken 21 mensen. De sportredactie bij ons werken 8 mensen. Ik ben even aan het nadenken hoor. De binnenlandredactie werken 10 mensen. Bij NRCQ hebben we een nieuwe redactie gebouwd van 10 mensen, plus nog een aantal mensen freelance eromheen. Dus het is echt een substantieel deel van waar we mee bezig zijn. We worden gesteund door, de NRCQ-redactie wordt gesteund door die economieredactie van nog eens 20 mensen. En eigenlijk ook door de rest van de krant, want we hebben heel veel verhalen uit de hele krant. Dus je hebt een nieuwe publicatie die door de hele krant gemaakt wordt. En daar zit bovenop nog eens een redactie van meer dan 10 mensen. Dus de kenners kunnen wel begrijpen hoe
relevant dit is voor ons. Nou wordt dit dus gedragen, begrijp ik, ook vanuit de bestaande merken. Hè? NRC Handelsblad, NRC Next, met hoge oplagen. Mm-hmm. Ook al staan die natuurlijk net als bijna bij alle kranten soms onder druk. Dan kan ik me voorstellen, stel nou dat NRCQ heel succesvol gaat worden. Mm-hmm. Het is het dus al, maar het is nog in het begin, dus het kan nog veel verder doorgroeien. Zeker. Er zijn ook een hoop mensen die het ook nog niet kennen. Mm-hmm. Dan kan er toch de vraag zijn, haal je niet, hè? De cannibal in the house. Want die 3,5 euro kost het, geloof ik, als je meer dan 20 artikelen per maand gebruikt voor NRCQ. Een abonnement op de papieren krant is veel duurder. Ja. Dus ja, haal je niet de cannibal in the house. Ja, nou wat we natuurlijk bedacht hebben is, voor wie maken we NRCQ? En in eerste instantie maken we NRCQ voor mensen die altijd online zijn. Altijd bezig met kwaliteitsinformatie, met nieuws, met hun carrière, met merken, met grote Nederlandse bedrijven, met hun eigen kantoor. Dit zijn mensen waar wij op gokken, die niet noodzakelijk een krant lezen. We willen natuurlijk geen cannibalisatie. We hebben een prachtige avondkrant, we hebben een fantastische NRC Next in de ochtend. En we hebben daarnaast NRCQ dat de hele dag door bestaat en je 's ochtends al voorbereidt. Ja. Wat we zien is dat mensen hun abonnement op de papieren krant niet opzeggen. Voor NRCQ. Dat weten we. Want we luisteren gewoon mee met wat mensen tegen de klantenservice zeggen. Er zijn gewoon geen meldingen van mensen die zeggen, nou, ik zeg mijn papieren krant op, want ik wil nu NRCQ lezen. Dit is een heel nieuw publiek wat we aanboren. Ja, zijn dit vooral jongeren of in ieder geval mensen onder de 35, zo'n leeftijd die dan vaak genoemd wordt? Nou, dit is 20 tot 45 jaar. Altijd mobiel en bijzonder bezig met wat kwaliteitsinformatie voor hun betekent, voor henzelf. Dit zijn mensen die over het algemeen niet meer automatisch een avondkrant lezen. En gaat het om even responsive design? Dus het is één keer ontwikkeld en dan ontvouwt zich naar alle schermformaten. Dat is het precies. We zijn begonnen met nadenken over een design dat het beste werkt op je mobiele telefoon. En het is responsive, het beweegt mee met alle mogelijke schermen. En we hebben heel veel trucjes ingebouwd, zodat de lezer heel veel zelf kan interacteren met de kennis. We hebben bijvoorbeeld heel veel interactieve graphics. Dus we laten je niet alleen maar een paar staafjes zien waar je dan eigenlijk heel weinig aan hebt. Maar we geven je de mogelijkheid om zelf te spelen met die datasets. Je kan jaren toevoegen, eraf halen met een slider. Je kan met een drop-down menu, kan je eens kijken, nou, hoeveel werknemers heeft Heineken dan eigenlijk? Of wat is dan die omzetontwikkeling? Of hoe doen de concurrenten het? Dat beweegt zich allemaal, ontvouwt zich allemaal op je scherm. En dat maakt niet uit welk scherm. Of is dat ook op het vaste? Kun je met een muis dat ook op het vaste internet doen? Ja, zeker. Het werkt met je vinger en met de muis. Ja. Op alle mogelijke media. Ja, dat brengt me even op een volgend punt. Hè? Design, je noemt al de graphics, de infographics. Mm-hmm. Valt op, het is een heel beeldgericht design. Hè? Ja. Kranten ogen altijd heel erg textueel natuurlijk. Ja. Ook op het vaste internet vaak nog. Mm-hmm. Wie heeft dat design? Wie is daar de persoon achter die dat heeft bedacht dat dat zo beeldgericht moest? Nou, we hebben het helemaal intern, helemaal in-house hebben we het bedacht en ontwikkeld. En ook helemaal uitgewerkt. Dus dat is fantastisch dat een mediabedrijf als NRC Media zo innovatief kan zijn. En telkens weer zo'n nieuwe stap kan zetten. Wat we vooral bedachten is, de lezer wil die heel veel tekst in de ochtend. Wil die s'avonds als die op de bank zit ellenlange verhalen? Eigenlijk niet. Daar moet je eerlijk over zijn. Dat wil de lezer niet. De lezer wil snel bijgepraat worden. De lezer wil een goed vormgegeven verhalen hebben met mooi beeld, video's, Vine-video's, interactieve graphics. Dat wil de lezer heel erg nadenken. We zijn heel erg gaan nadenken. Hoe kunnen wij informatie zo snel mogelijk overbrengen zonder dat de lezer afgestompt wordt door een ellenlang verhaal? Dus we houden verhalen kort. We breken het op. We voegen mooie elementen toe. En dat werkt. Laatste vraag voordat ik afsluit, Freek. What's next bij NRCQ? Je bent pas 5-6 maanden, zei ik al, onderweg. Ja, nou ja, er staat ontzettend veel te gebeuren. We zijn ook, we hebben net bijvoorbeeld als eerste mediabedrijf in Nederland en als een van de eerste mediabedrijven wereldwijd zijn we begonnen met een WhatsApp groep. Dus mensen kunnen nu berichten van ons ontvangen in hun WhatsApp. Daar is een hele grote groep voor en er zijn ook heel veel enthousiaste mensen Hoeveel voor. Mensen? Er zijn ruim 2.500 mensen binnen een paar
paar dagen hebben we binnengekregen. Dus mensen geven hun 06-nummer aan ons. Vreemd genoeg. Je zou zeggen, vinden ze dat niet erg. Maar mensen vinden het heel fijn om via hun mobiele telefoon meteen een linkje te krijgen. Dit is een interessant stuk. Hier gebeurt iets. En op die manier kunnen we onze journalistiek meteen brengen op waar de lezer is, de telefoon. En daar zullen we flinke stappen in maken de komende weken. Oké. Op de MediaFacts Nationale Uitgeverdag 26 november in de fabriek bij Utrecht zal je nog wat verder wat dieper op NRCQ ingaan dan de, ik schat ongeveer 8 minuten die we er nu over hebben gepraat. Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd naar het hele verhaal, zo gezegd. En Freek Staps, chef van NRCQ, bedankt voor dit interview. Dankjewel.